KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom bij Spiksplint, nieuwe aflevering van Studio E-divisie. En we gaan het vandaag hebben over speelronde 8. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Met mijn vaste analisten, Roelie, Bas. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat jij er bent, Simon. En onze speciale gast, Luca. Ja, ik ben er ook vandaag. Welkom. Je bent er ook vandaag. Heb je er zin in? Zeker. Ik ga mannen een pak slaag geven. Je gaat mannen een pak slaag geven? Okay. Wie? Weet je al wie? Ik weet nog niet wie. Wie zou je het liefst een pak slaag geven van deze twee? Geen probleem, beide kan. Ja? Ik zou Bas doen, want Bas die wint meestal. Ik vind het goed. Grapje van mijn kant. Hey, waar kennen we jou van, Luca? Jullie kennen mij misschien van Next Boy Girl Band, van Misfit. Creative FC. For You. Ster spelen. Je doet 26 dingen, begrijp ik. Ja, ik doe behoorlijk veel. Maar je trots, jouw ding is Next Boy Girl Band. Ja, dat ik dat gewonnen heb, denk ik wel dat het tofste is tot nu toe. Ja, er is maar één iemand die dat won, dat ben jij. Oh nee, maar natuurlijk andere jongens. Dat werkt ook weer. Laten we even een stukje kijken. Leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal, Lookalike. Ik heb soms krullen, soms stylaar. Dat komt omdat ik Surinaams ben, kwart Italiaans en kwart Nederlands. Jullie kennen mij misschien van de Next Boy Girl Band. Ik ben student, hou van zingen en voetbal is mijn passie. In mijn vlog zie je gebeurtenissen die ik meemaak en welke stappen ik neem om aan mijn toekomst te werken. Dit varieert van mijn ervaringen bij de Next Boy Girl Band, mijn leven als student, het bezoeken van festivals en parties, chillen met mijn vrienden en mijn leven als voetballer. Dat was een lekkere goal, Luca. Ja, dat was een lekkere goal. Waar speel je? Ik speel bij KFC. In het eerste? Daar speel ik ook, man. Ik heb daar vast abonnement. Ik zeg je eerlijk, KFC is goed, man. KFC is inderdaad ook... Ik ben altijd spits voor die KFC. Is ook Bas een club, dat is zeker waar. Ja. Volg je de E-divisie een beetje? Is dat een beetje jouw ding? Nee, ik volg het niet per se, maar ik speel wel veel FIFA. Je speelt wel veel FIFA, dat is natuurlijk sowieso goed. Nou, ben jij dus naast het voetbal en acteren doe je ook. Maar muziek weet je ook wel iets vanaf, toch? Zeker. Ik heb namelijk een nieuwe pokoe. Een nieuwe pokoe? Gooi hem er gewoon uit. Schud hem gewoon uit mijn mouw. Roelie, vind je mooi, hè? Roelie, wil jij me aankondigen? Het is jouw vriend. Ik deel met gepaste trots mede dat... welke camera zit die? Gebaste trots. Die camera doe jij maar. Dat 6 dagen geleden, op 22-2, Obesibas EP is uitgekomen. Die je kan luisteren op Spotify, waar je clips van kijken op YouTube. En hij is echt verdomme goed, Bas. En hij staat hier. Ja. Bas, je hebt een EP uitgebracht. Ik vind het respectabel. Je moet het maar doen. Dankjewel. Hoe zijn de eerste reacties? Ja, goed. Er zijn natuurlijk wel gemixte reacties. Maar ik ben de EP is ook gemixt, tevreden. Toch? Wat zeg je? De EP is ook gemixt. Inderdaad, en dan zeg je tegen mij dat ik niet mag rijmen en dan kom jij met zulke grappen, dat is heel leuk. Laten we een stukje gaan luisteren naar dit kunststukje. Komt-ie. Ik ga zo dik, noem mij Obesibas. Maar ben even lekker als een regenjas. Ik ga zo dik, noem mij Obesibas. Maar ben even lekker als een regenjas. Ik deed nooit mijn best op school, was niet echt geïnteresseerd. Alles wat ik nu bereik, heb ik mezelf vaak geleerd. Wil die mussel van een peert, in ABN is dat een paard. Kan niet vliegen, linkerbaan, want ik heb niet veel pk's. Heilig gericht op een boel dingen, maar ik speel geen PDC. Crypto koersen aan het stijgen, investeer in BTC. Ik wil niet springen op een wave, ben een tijdje al op dreef. En neem me niet mee naar de Mackie, want die is bij mij niet safe, nee. Oké, ik moet zeggen, Bassie. Ik kom natuurlijk uit een tijd, ben ik opgegroeid, dat rappers echt gruwelijk goed waren. Dat is niet meer this day and age. Nee, dat is mooi. Nee, maar toen hadden we echt de classics. Mm. Ik vind het best wel oké. Wat vind jij, Luca? Geef je mening even. Je eerlijke mening. Ik vind het beter dan ik had verwacht, eigenlijk. Ik weet niet of dit een compliment is. Dat is een compliment. Jij dacht pas, kan niks. En ineens, bam, dropt hij deze. Ik hoor wel wat punchlines. Okay. Roelie? Ja, ik ben fan van Bas' muziek. Ja. Er zijn ook andere Bas die... stuurt me altijd als testpubliek, dan hoor ik altijd alles eerst. Natuurlijk. Jij bent het publiek. Ik ben de testpanel van de EP. Bas, kun je daar ook de vrouw nog van je afslaan, na deze EP? Ja, daar had ik al moeite mee, maar moet je eerlijk zeggen, nu gaat het helemaal niet meer te stoppen. Het is onmogelijk, hè? Het is onmogelijk. Niet toe. Heerlijk. Blijf een beetje bij ons, blijf een beetje in het voetbal, in het hoekje, het FIFA-hoekje nog stiekem. Het moet niet zijn dat je ons in één keer gaat verlaten nu je een stap Nee, zeker niet, maar ik blijf ook gewoon zeker doorgaan met muziek. En ik ben eigenlijk niet van dezelfde bootje, maar ik weet niet welke camera ik moet pakken. Ja, hij is overal te streamen, hij is op YouTube te vinden natuurlijk. Spotify, Deezer, iTunes. Ja, dat soort dingen. Google Music, ik weet het niet eens. Misschien nog op Hives ergens te vinden. Maar... En anders druk je van een paar seconden terug bij deze aflevering. Of spoel je van achter, kan je nog een stukje even previewen. Oké, tot zover. Jongens, de terugblik. E-divisie speel ronde 8. Ik zie Dani Hagebeuk is op de Xbox als van ouds niet te stoppen en klimt in speelronde 8 naar de koppositie.
En de winst voor de Amsterdammers wordt nog groter door dit doelpunt van Kyle Walker. Dani dankt de eerste plaats aan Aristoten Dounou, die tegen Excelsior met 3-0 voorstaat, maar niet wint. En in de allerlaatste minuut wordt het toch nog gelijk 4-4 door Chucky Lozano. Feyenoorder Jai Daalhuizen komt niet verder dan 0-0 tegen NAC, als Menno Bouwhuizen de bus parkeert. Ja, dit is niet normaal meer nu, hoor. Serieus. 4 keer, man. Bij Tom Reijnen van Roda gaat het licht uit als hij verliest van Heracles. God, ik word moe van, man. Wat moet ik doen dan om te scoren? En het heeft even geduurd, maar Daniel Kuipers heeft met Willem II eindelijk zijn eerste zege van de tweede seizoenshelft binnen. En het wordt uiteindelijk 1-3. De verrassing is compleet. Paul Pogba, dat had je niet gedacht, Niels. Ja, dan zijn dit uitslagen van speelronde 8. We beginnen meteen met de mooiste, want Daniel mocht wel eens wat punten. Het is verdiend. Hij wint 1-3 van Heerenveen. Dan een gelijkspel tussen Excelsior en AZ. Dan wordt het 4-4 en PSV wint gewoon weer, kun je in het geval van PSV zeggen. Het is 3-1 tegen FC Utrecht. NAC en Feyenoord houden dus allebei de 0 en Rode JC verliest met 1-2 van Brian Hessing. PEC Zwolle tegen VVV dan 1-1, gelijkspel. En Sparta-ADO, 9 doelpunten in totaal. Daar wordt het 4-5 voor Mitchell Denkers. Vitesse dan verliest met 2-5 van Ajax. En FC Twente, Groningen eindigt in 1-2. Kijken we naar de stand en dan zien we Ajax bovenaan. Het is Aristot precies 1 week gelukt om die koppositie te pakken. Hij is hem nu alweer kwijt en Dani staat nu op die felbegin de eerste plek. 1 puntje daaronder, Ali, die niet opgeeft, natuurlijk niet, met PSV. En dan, ik wil toch even kijken naar die plek 18. Want is het mooi dat de 0 in het rijtje punten voor iedereen van het scorebord af is. Ook van Daniel Kuipers, dus we hebben niemand meer met 0 punten. En dat is goed nieuws, yes. Niet Bas? Ja, nee, zeker. En 3-1, mooi doelpunt. Met Pogba, McGee die spinnen en Courtois. Hij speelde echt goed. Hij speelde echt goed, Daniel. Ik gun het hem ook, dat hij nu even wat punten pakt. Ja, ik gun het hem ook inderdaad, omdat hij heeft geleerd van zijn fouten. We hebben natuurlijk daar ook kritiek op gegeven. En dat hij daarom is veranderd. Hebben we elke week gezegd, ja. Nou, de afgelopen weken gaat het heel goed, toch? Ja, precies. Dat wou ik dus net zeggen. Laten we lekker naar de punten gaan. Een overwinning. Laten wij naar een wedstrijd gaan, jongens. Ajax. Ja. Voor welke club ben jij, Luca? Feyenoord. Oh, dat zei je heel snel. Feyenoord. Ben je echt daar uit Feyenoord? Niet daar. Barcelona is echt mijn favoriet club, maar de Eredivisie Feyenoord. Bijna hetzelfde. Dat is niet bijna hetzelfde. Oké, okay, even kijken hoe realistisch je was. Je hebt verschillende soorten fans. Maar Feyenoord vanaf jongs af aan? Of, Nee, ik was vroeger voor Ajax. Oeh, damn. Leg me even uit. Waarom ben je geswitcht en wanneer? Wie is je schuld is het? Wie heeft je pijn gedaan? Het was zeg maar de dag dat in de Champions League... Galisteas overstapte. Dat Ajax tegen Barcelona speelde en Ajax won. En ik hoorde daar te veel over. En, omdat ik wel echt daar het Barca-fan ben. Dus toen ben ik geswitcht. Ik moet even beseffen dat een Ajax ziet Ajax winnen van Barca en wordt daardoor van Feyenoord. Ik ben echt Ajax ziet. Ik ben voor Barca. Ik ben een echte Barcelona-fan. Catalaan. Oké. Okay. Ik vind er wel iets van mensen die van voetbalclub switchen, hoor. Maar dat... Roelie, kan dat? Of... Hangt vanaf als je echt een Ajax fan bent. Nee, ik had hetzelfde. Ik was altijd vroeger ging naar Ajax-wedstrijden met mijn oom toe en zo, zonder dat ik echt voor Ajax was. Want het was gewoon iedereen in mijn omgeving was voor Ajax en mijn familie was voor Ajax. Dat ik zelf niet een binding had met die club. Toen opeens zeg maar, ben ik niet geswitcht, maar ben ik gewoon gestopt met kijken naar een fan zijn. Dat is hetzelfde toch? Bas, maar je hebt ook een heb jij ook hetzelfde? Ik had, ik moet je zeggen, ik ben 1 keer naar PSV-stadion geweest toen ik heel jong was. Toen was ik denk ik 11 of 12. Ja. En dat maakte heel veel indruk op mij, omdat het stadion lag in een wijk. Dat vond ik heel apart en dat vond ik heel mooi. En zodoende ben ik een beetje meer interesse gaan tonen in PSV in die tijd. En toen ben ik bij de Hertgang ook een keer geweest. Ja. En dat had zoveel indruk op mij gemaakt. Lekker in de bossen? Lekker in de bossen? Ja, nee, gewoon hele, voor zo'n grote club eigenlijk best wel gemoedelijk of zo. En dat trok mij op zich wel. Maar naarmate je ouder wordt, dan krijg je toch meer liefde voor je stad, zeg maar. En dan ben je daar meer betrokken bij. En, Hup Vitesse. Local. Hup Vitesse? Ja. Maar weet je, mijn oren zijn een beetje klapperen. Volgens mij was het de grote kantonaar die het ooit zei... je kunt alles veranderen, je religie, je vrouw, maar nooit je club. En hier naast me staan gewoon 3 mensen die scheid hebben aan die club. Nee, maar het is niet echt je club op dat moment. Je hebt de mensen die zeggen, ja, je bent geen echte Barca supporter. Nee, klopt, dat ben je niet. Dus vandaar dat je niet meer gaat supporten. Ja. Kijk, Barca is echt mijn club. Als ik nu voor Real word, oké, dan snap ik dat hij zou omdraaien in zijn graf. Maar Ajax, fijn, als je niet echt voor Ajax bent, dan is het een ander verhaal, vind ik. En ik vind dat ook, wat in mijn geval vind ik wel degelijk een aardig verschil. Want het is gewoon mijn stad. Ja. Dus het is mijn stad. Ben je bekend. Het is jouw wijk, jouw stad. Helemaal top. En dan mensen denken nu dat ik nu, omdat ze in de Eredivisie zijn gekomen, trouwens, dat ik ben gekomen. Maar ik zat bij de Jupiler League, zat ik daar ook al. Dat wil ik wel even rectificeren. Ik ben zo jarenlang low-key fan. Jongens, ik zal jullie niet verder beschadigen. Jullie imago's over stadje clubwisselaars. We gaan even kijken naar Ajax tegen Vitesse.
Ja, Dani, nieuwe koploper, jongens. Jazeker, hij kwam nog op achterstand, als ik me niet vergis, met een prachtige schot in de kruising. Een echte finesse, hij werd super dun gefinesse. En toen, lekker deze, hoor. Toen werd het toch nog even benauwd voor Dani. Maar Dani, dit seizoen is mentaal zeker sterk. Ja, scoorde nog een mooi stiftje. Leuk als we die ook te zien krijgen. Ja, ik denk dat we die als laatste zien. Ik dacht, ja, de 2-5 was deze. Maar hij komt voor mij een beetje uit het niets. Want ik dacht, hij heeft zo'n slechte seizoenstart. Of tenminste, vorig seizoen zo slecht gedaan. Dit seizoen komt hij goed uit de startblokken. Alleen ineens staat hij gewoon eerst. Hij kijkt echt te veel echt voetbal. Ja, daar hebben we wel eens over gehad. Ja, dat hij nu, als hij dan... Of deze. Deze heeft hij één keer gedaan. Of... Deze, hij doet ook nog net niet voordat hij gaat beginnen, doet hij nog net niet zo. Dan pak je wat gras en dat groeit in een... Groeit uit zijn hoofd. Luca, wat vind jij hoe vier jij je doelpunt als je wint? Of je potje FIFA? Wat ben je voor vierder? Als ik mijn potje FIFA... Het hangt echt van het moment. Als je al 3-0 voor staat, dan boeit het. Stel, je pakt een Madrid-fan. Met 7-0. Oh, heerlijk. Daar geniet ik van. Dat wrijf ik wel echt lekker bij me in, zeg maar. Logootje kussen, alles? Ja, als het kan. Als het kan. Als het moment daar is. Ja. Jongens, ik wil even naar de powerplay van de week. Dat kan nou namelijk makkelijk, want het is niemand minder dan onze nieuwe koploper, Dani himself. Kiek hem. En als het goed is, hangt hij ook aan de lijn. Dani, hebben wij jou aan de lijn? Ja, we hebben hem. Ik zit even te kijken. Dani, hoor je mij? Ik hoor je. Fantastisch. Gefeliciteerd met de koppositie. Dat is even geleden, Dani. Dankjewel. Ja, gaat lekker nu. Ja. Gaat lekker. Doet het je weer terugverlangen naar het allereerste seizoen Eredivisie dat je ongeslagen kampioen werd? Ja, dat is inderdaad niet het eerste wat je aan denkt. Het eerste wat je aan denkt is gewoon weer kampioen worden. Ja. En vorig seizoen ben ik het ook geworden, dus dan zou het nu ook moeten kunnen natuurlijk. Maar ongeslagen kampioen is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ik bedoel, kijk hoeveel goede spelers erbij zijn gekomen. En hoe erg de Eredivisie versterkt is dit seizoen, vergeleken met vorig seizoen. Dus er gaan nog heel veel moeilijke tegenstanders aankomen, maar het gaat heel erg goed tot nu toe. Ja, en als jij zegt vorig seizoen bedoel jij niet het PlayStation seizoen, maar het seizoen waarin jij kampioen werd. Ja. Wat is het grote verschil tussen nu en het, zeg maar, het PlayStation seizoen waarin je een soort van speelde als een bas eigenlijk? het verschil is dat ik denk ik wat moeite had met FIFA 18. En dat het gewoon eventjes duurde voordat ik in mijn draai kwam. En ik denk dat ik er nu gewoon weer lekker in zit. Was ook gekwalificeerd voor Barcelona. Daar ging het dan ietsjes minder, maar dat was ook allemaal heel close. En ik denk dat ik gewoon mijn vorm weer te pakken heb. En dat ik weer kans maak op de titel. Ben je bang voor Ali? Ik ben bang voor Luca, die naast je staat ergens. Ja, oh, is dat zo? Ken je Luca? Ik heb hem bijna een pak slaag gegeven vorige keer. Ik heb een keer bij Yannick thuis heb ik tegen hem gespeeld. En wie dus, heb jij bijna gewonnen, Luca? Ik heb het weggegeven. Ik stond 3-1 voor. Het was 6-0 toch voor jou? Nee, ik stond 3-1 voor en toen kwam je terug naar 4-3. Jammer. Ik was erbij. Nee, je was van aardig spelen. Maar denk je als Luca mee zou doen dat hij kampioen zou kunnen worden, Dani? Ja, ik denk dat hij misschien een puntje pakt tegen NAC. Maar nee, grapje, mij dan. Hé, Dani. NAC pakte bijna een puntje tegen jou, Dani. Pas maar op. Oei, dat is ook zo. Het is moeilijk genoeg met Menno. Ik Dani, was wel bang tegen Menno. Ik ben heel benieuwd hoe jij de rest van dit seizoen gaat doen. Gefeliciteerd, welkom terug aan de top, zou ik zeggen. En nogmaals gefeliciteerd, powerplay van de week. Dani, jongens, klein applausje voor Dani. Ga je volgende keer ook je clublogo kussen en zo? Tof. Net is hij al weg? Nee, dat was hij niet aan het doen, maar... Alleen maar liefde. Ik hoorde nog een paar kusgeluiden. Maar de cameramensen konden niet meer tegen, die hebben gewoon weggegooid. Roelie, dat was dus Dani. Ja, klopt. Willen we eventjes even door? Of wil je nog iets over zeggen? Over Dani zijn... terugkeer. Nee, ik vind het heel top dat hij nu bovenaan staat met een puntje. En de moeilijkere tegenstanders moeten nog komen. Hij is niet eens halverwege. Nee. Dus dat is lastig. En het enige waar ik niet tegen kan is dat Feyenoord gelijk speelde. Want als Feyenoord had gewonnen, dan was het letterlijk 22 punten, 21 punten, 20 punten, 19 punten. Ja, hij was doodziek ervan, hè? Ja, dat snap ik wel. Ik wil eerst even naar AZ eigenlijk. Want de enige reden dat Dani bovenaan staat, is natuurlijk omdat AZ niet wint. Ja, maar dat vind ik niet heel verrassend als ik eerlijk ben. Hoezo niet? Dat was gewoon omdat hij tegen Excelsior speelt. Ja. Dus dan vind ik dat niet vast. Nou, hij heeft nog gelijk, of geluk dat hij gelijk speelt. Ja, want hij pakt nog een punt hier. Niet geluk, hij heeft het natuurlijk zelf gedaan. Maar als je kijkt naar hoe de doelpunt scoort, heeft hij wel degelijk geluk gehad. Ja, joh, maar in de 82e minuut 4-2 achter staan en dan nog 4-4 maken. Ja, want dat wordt het uiteindelijk. Hoe zie je zo'n leven zijn? Oh. Ja. Nou, als ik dit zie, dan... Ja, dit is gewoon blessuretijd. Zie je? Daar mag je blij mee zijn. Als je zo'n punt pakt, mag je blij jongen zijn. Ja, precies. Ken altijd blije Levi. Kijk, hier. Dit zegt genoeg. Ja, maar dat, als jij, wat is wat Roelie zegt, man, laatste 10 minuten. Ben wat later thuis vandaag. Ja, hij zal even die playlist opzoeken op Beetje Pas EP. Komt, Roelie, komt dit kwam de koppositie misschien te vroeg voor Aristot? Is hij iemand die daarmee om kan gaan met die positie? Ik heb het ook vaak gezegd in interviews tegen Aristot. En dat is tot nu toe wat in het verleden altijd is gebleken. Aristot die is niet iemand die een hele seizoen
goed en consistent speelt. Ja. Hij doet dat in bepaalde weken. Hij speelt dan 4 weken Sterren van de Hemel. En dan weer 4 weken zakt hij in. En dan weer 4 weken heel goed. En daardoor komt hij eigenlijk weer net halverwege het linker rijtje. Volgens mij zelfs gewoon halverwege de ranglijst vorige seizoen zelf. Dus ik ben benieuwd of hij dit kan volhouden. Het is nu een gelijkspelletje. Het zag er echt al veel minder uit dan de weken daarvoor. Ja. Dus misschien dat hij... Ik zie niet met de concurrentie zie ik het niet gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Aristot is echt een hele zieke speler, maar als je ziet Ajax, PSV, al die gekkigheid nog meer. Maar wat bedoel je met al die gekkigheid nog meer? Over wie al die gekkigheid, die Feyenoord. Ja. Brian zit er nog achter. We hebben het over Levy. FC Groningen, ik noem nu allemaal het linkerrijtje op, maar die staan ook terecht. Hè. Als je kijkt naar FC Groningen, dat is echt niet normaal hoe die speelt, hoor. Ja, doet het ook allemaal goed in de kwalificatie. Hey, maar Feyenoord speelde dus gelijk tegen NAC. Laten we daar ook maar even over hebben. Sprak ik hem nog. Wat een wedstrijd was dit? Ja, dit is echt de meest ongelukkige wedstrijd ooit uit de hele Eredivisie. Dit is niet normaal, zou ik zeggen. Nee, maar hij zegt wat hij zegt. Hij heeft vier keer de paal plat geraakt. Echt, en dat waren echt gewoon millimeters verschil. Anders had hij gewoon 4, 5, 6-0 gewonnen. Pizza. Ja, dat is toch ook wat we met Brian zagen vorige week? Ja, maar dit is wel echt extreem, hoor. Maar toch een puntje van Menno weer. Die sprokkelt ze wel binnen, stiekem. Ja, die komt nu gewoon op 5. Ja, Steven van NAC, Luca? Ik heb er niks mee, man. Nu zeker niet. Nu die gelijk heeft tegen Feyenoord. Zelf had hij 0 punten. Nee, ik heb niks met NAC. Ja. We hebben Menno ook nog even gesproken. Na aflopen had natuurlijk een briljante tactiek. Ik hoorde jongens backstage ook zeggen van... hij verdedigt niet met zijn verdedigers, maar met zijn middenveld. Ja, klopt. Ja, dat... In principe hoort dat niet, alleen dat werkt wel gewoon heel goed. Dus ja, daar zou ik er dan mee kappen. Dus gewoon voortzetten, deze tactiek. Ja, en hoop ik nog wat meer punten pakken. Kampioenschap komt toch dichterbij steeds. Ja, weer een puntje dichterbij. Het is ook een tactiek waar je op kan bouwen. Wat optimistisch. En je ziet dat heel veel boys zich gefrustreerd raken. En tegen Groningen werkt het. En je zag... Ajax had het heel lastig ermee. Ajax, maar leg even de finesse uit, ook voor de mensen die nu kijken. Nou, die denken... Je weet wel als je tegen een computer speelt, toch? Als je tegen de CPU speelt. En je probeert te scoren dat heel vaak die verdedigers gewoon goed instappen omdat het van de computer is. Dat laat hij nu eigenlijk ook gebeuren. En hij speelt gewoon heel verdedigend. Dus eigenlijk zijn middenveld staat heel ver terug en zijn verdediging staat er dus vlak achter. Dus een blok van 8 ongeveer. En hij bestuurt ook zelf zijn middenveld. Ja. En hij rent dus met één speler van het middenveld, rent hij naar degene met de bal toe. En als je dan iets anders wil proberen, dan staan er altijd die computers als het ware, staan ertussen. Dus het is heel moeilijk om daar door te breken. Maar jij zag dat Feyenoord lukte het dan wel, want die kreeg genoeg kansen. Maar die had gewoon enorm veel pech. Maar vooralsnog werkt het voor hem. Dus. Ja. Nou, hij heeft relatief gezien een goed seizoen. Ben jij per se moeten de club per se mooi voetballen? Of, ja, ik hou er niet zo van als clubs achterover hangen en gewoon een beetje wat zo'n soort Mourinho speelt, parkeer de bus. Ja. Maar Jan hangt niet achterover, Gaffie. Die is veel aanvallend voetbal. Eventjes naar een wedstrijd, dat is mijn favoriete wedstrijd deze week. Ben je er klaar voor? Ik wil eerst van jou weten, wat doe je als je echt heftig verliest? Ik kan wel echt slecht tegen van iemand die Barcelona haat. Ik geef nooit op, ik ga altijd door. Dus ook als de 93e minuut probeer ik nog steeds te scoren. Dus. Heb je wel eens met je controle gegooid? Ja, ik heb wel eens met mijn controle gescoord. Er zijn wel een paar controles gescoord. Kapot? Ja, zo? Gebeurt hier ook wel eens. Maar hoorde dat nooit? Laten we even kijken, jongens, naar deze spectaculaire wedstrijd tegen Tom Heijnen. Of tussen Tom Heijnen en Brian Hessing. Gaat ze, hoor. Ja. Ja, pik! Fuck off! Ja, hij is boos. Dit ging per ongeluk. Deze liet hij per ongeluk vallen. Elke uitzending moet ik gewoon om Tom lachen als dit gebeurt, hè? Hier gaat hij? Oh nee, toch niet. En het is niks persoonlijk. Maar Brian vorige week door het lint, hè? Ja. Wat moet ik doen dan om te scoren? Goeie vraag. Roelie, wat moet hij doen? Bal tussen de palen schieten. Ja. Maar dit is wel, dit is... Gaat naast. 87e minuut. En een beetje... Stop eens met die fucking shit, man. Anger control, denk ik. Anger management. Nee, we zijn nog niet klaar, hoor. Wacht maar op. Even niet. Wat moet ik doen nou? Brian denkt, dit was ik vorige week. Ja, Tom. Ja, wat Tom. Wil ik doen? Ja, Tom. Mensen zijn nog van Tom nog rustig. Love Tom. Hij stond ook gewoon mee. Yo. Maar hij heeft hem nog niet goed genoeg kapot gehoord. Nee. Hij denkt nog een keer. Ik lach hem echt niet uit. Ik zweer het. Ik lach hem echt niet uit. Ik een beetje. Dit maakt de Eredivisie gewoon. Hij is echt een icoon in de Eredivisie, ik zweer het. 100%. Zonder Tom, waar waren we? Als Roda degradeert... Hij doet volgens mij ook wel een beetje omdat hij weet dat er camera's op hem gericht zijn. Het is nu al een paar keer voorgekomen. Alsnog, ik vind het bij hem totaal niet storend. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het fucking geweldig. Ik vind het wel storend dat hij zijn controle probeert te gooien, maar hem niet goed gooit. Omdat hij uit zijn handen gaat. Dat vind ik storend. Hij was op het randje van, ik ga er niets mee doen, ik laat het gaan en ik ga helemaal los. En
af en toe ging het een beetje over het randje heen. Ja. Je zag hem ook inderdaad, hij wilde eerst zijn controller fijn knijpen, een propje ervan maken. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Volgens mij was dat dan... Hij wilde hem in midden breken, maar toen dacht hij, wacht, toen viel hij er alsnog. Tom is zo'n icoon, jongens, echt niet normaal. Zijn vader is ook een icoon, die is voor mij in de 40, eind 40. En die pakt jou gewoon met FIFA. En die is ook gewoon een beetje, die is gewoon FIFA nu weer aan het oppakken. Hè? Hij speelde vroeger altijd FIFA, maar ik pak hem nou weer gewoon op. Ik zit nu in de Divisie 5, 4 of zo. Dacht hij, ja, dat is toch geweldig, man. Dat zijn pa gewoon ook gewoon nog steeds meedoen met die FIFA dingen. En als je dat Tom ziet, gewoon, ik gun hem gewoon nog een keer gewoon echt een ook gewoon een hele zieke overwinning weer. Ik hoop dat hij echt, hij moet verdient sowieso even een 10-0 te staan. Dat is zeker wel. Ik moest ook lachen omdat Brian vorige week natuurlijk, Brian Hessing van de Heracles, vorige week natuurlijk door het een beetje zijn composure verloor. En die spraken we na afloop van deze wedstrijd ook over Tom Heijnen. Ja, het zat mee, maar ik moet zeggen, Tom is een goede vriend van me, ik ken hem al 5 jaar. Ja, je voelt gewoon zijn pijn. Ja, ik kook gewoon van woede. Die kans van Gullit, 88 minuten, die moet er gewoon in. Is 5-star weak food, die schiet je altijd binnen. Dus ja, ja, ik vond het kut voor hem. Brian vond het iets voor hem. Maar die kans is denk ik heel goed uit te plaatsen. Ja. Hoe kijk jij nou? Je bent geen vastkijker van die divisie, zei je al. Ja. Als je dit ziet, denk je dan van, hey, dit is best wel leuk. Ja, ik vind het best wel grappig om naar te kijken eigenlijk. Want jij kent momenten wel gewoon, laatste minuut. Je hebt echt zo'n kans en dat FIFA eigenlijk gewoon misgunt. Ja, dat lijkt er soms wel op, hè? Yes, ik denk echt dat dat gewoon een glitch is in FIFA of zo. We hebben het er vaak over gehad. We zeiden nog niet, Roelie en ik zitten in hetzelfde kamp. Dat het niet zo is, toch? Dat FIFA niet misgunt, maar dat je het zelf bent. Nee, man, dat heeft FIFA echt wel erin. Het is gewoon een bepaald percentage. Er zit een factor bij, inderdaad. Waar het spel dat gewoon bepaalt, inderdaad. Dat geloof ik ook wel. Het is alleen meer van... als je het speelt over 100 wedstrijden, dan heb je het waarschijnlijk 50 keer mee en 50 keer tegen. Dus ja, maar je hebt echt op die momenten dat je hem echt mee moet hebben, gewoon dan pak ze hem tegen. Dat is ja, zo kut. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zo. Maar je moet even met Mitchell Denkenschap praten, man. Maar dat is hetzelfde als met Brian. Weet je, ja, hij had dat vorige week dan. En nu heeft hij deze week mee, dus de ene keer heb je het mee en de andere keer heb je het tegen. Maar dat let je dan misschien in de roep of zo. Maar Brian zegt ook, ja, ik voel ze pijn, ja. Ja, dat snap ik ook wel. Logisch. Met dat soort kansen. Ja, maar Tom is gewoon ook, die had veel meer van verwacht, weet ik zeker. En dat zegt hij misschien niet. Die had veel meer verwacht. Natuurlijk, vorig jaar werd hij, of in de PlayStation werd hij bijna kampioen zelfs. En nu. En iedereen natuurlijk helemaal in de hype van Tom, weet je wel. Is het Tom, niet veel. Ja. Wat een leuke speler om te zien. En dan valt het zo tegen. Dan beetje, kom je zo beetje hetzelfde als Dani had vorig seizoen. Ja. Zeg maar deed het echt heel goed, deed mee om de titel. Dani won hem dan uiteindelijk. En dan vorig seizoen niet. Dus misschien is dat een beetje een vloek of zo. Maar bij hem is het ook echt mentaal, hoor. Ik zweer het. Dat is echt bij hem het grootste. Tuurlijk. En dat hebben we al. Als hij rustig blijft, dan gaat hij meer punten pakken, 100%. Hij scoorde wel tegen Heracles. En misschien scoorde hij wel zo mooi dat we die goal terug gaan zien bij de mooiste goals van deze week, de top goals. Lozano is dan de speler die de score opent. Irving Lozano. Ze komen ook op voorsprong door Luis Suarez. Vitesse op voorsprong door Cristiano Ronaldo. En het wordt uiteindelijk 1-3. De verrassing is compleet. Paul Pogba. Dat had je niet gedacht, Niels, dat je zou verliezen. Thuis. Van Willem II, toch? En de winst voor de Amsterdammers wordt nog groter door dit doelpunt van Kyle Walker. 2-5 is de eindstand. Ja, daar was even het vingertje van Dani, Rolie. Ja. Jongens, mooi. Zijn jullie benieuwd welke wedstrijden volgende week gespeeld gaan worden? Absoluut. Ja, zullen we er even naar gaan kijken? Kijk het ons eens, Simon. Hier zijn ze. Het is Ajax tegen Heerenveen. ADO neemt op tegen NAC en VVV treedt aan tegen Excelsior. Dan Willem II, PSV, een lekker Brabants onderrondje. Rode JC Sparta en FC Groningen neemt het op tegen PEC Zwolle. Heracles dan mag voor de punten strijden tegen FC Twente. En FC Utrecht neemt het op tegen Vitesse. Last but not least, ik denk persoonlijk de mooiste wedstrijd van deze ronde. Feyenoord AZ. Ja. Roelie, heb ik daar gelijk in? Ja, daar heb jij helemaal 100% gelijk in. Samen met Heracles Twente. Beladen potje. Dat is beladen potje. Dat is een beladen duel. Gaan we weer? Wat er was nog wat reacties over. Ja, wat er onderling ook tussen hun speelde. Je weet het allemaal niet. Het is, niemand die kijkt en snapt de inside joke. Maar... Wel? Nee, wacht. Dit is miscommunicatie. Hij denkt dat het de inside joke is van... Ik denk dat het een grapje is omdat jullie vorige keer... En hij bedoelt dat hij dat met dat toernooi heeft dat te maken. Dat Emmeren van Twente mede aan het toernooi van Heracles en daar gedoe. Leg heel even snel wat vragen uit, want ik dacht inderdaad... Heracles had een toernooi georganiseerd en daar kon je prijs mee winnen. We hebben het over een zeker aantal maanden geleden. Met Brian, de e-sporter van Heracles, naar een toernooi dat hij ging spelen. En toen deed de toenmalig e-sporter, of nu de e-sporter van Twente, die toen nog geen e-sporter van Twente was, mee aan het toernooi. Die won hem
En die had gezegd, ik wil mee met Brian naar het toernooi. Maar toen had Heracles gezegd, ja, dat is niet afgesproken, want Brian die wil graag een vriend meenemen, dus je kan die prijs niet kiezen. Terwijl hij zei, ja, maar ik heb gewonnen, dus ik mag die prijs wel kiezen. En toen ontstond daar gedoe tussen op social media, allemaal bla bla bla. En die spelen volgende week tegen. Ik begon wel met die inzet. Kortom, een beladen potje dus. Een heel beladen potje. Nee, zeker. Nee, dat was echt een beladen pot. Ja. Daar kan wel eens vuur weg gaan komen. Haten ze elkaar? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of wij dat een ons is om te zeggen, maar. Wat denk je? Als wij zeggen dat het een beladen pot is, dan kan je dat wel aannemen. Kan ik dat wel aannemen? Bij deze neem ik het aan. Luca, ontzettend bedankt voor het komen. Ben je er luid tegen wie jij daar gaat spelen van deze twee heren? Dat maakt mij niet uit, je mag kiezen. Jongens. Geen pista. Het wordt Bas bij deze. Ik heb besloten. Bas tegen Luca. Wil je die wedstrijd zien? Je weet te vinden. Hij staat natuurlijk op ons kanaal. En als je er toch bent, duim omhoog, abonneren. Alles wat je kunt bedenken, doe het gewoon. Heren, bedankt. Jullie, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-Divisie.